Nou, het was eigenlijk een kans om eens een keer, ja, buiten het snelle nieuws, wat ik normaal natuurlijk doe voor NOS en ook voor NRC, dieper deze regio te bekijken, waar ik kijk, heel veel dingen die ik in mijn reportages tegenkom, of het nou een opstand is of protesten, als ik kijk naar de oorsprong, dan heeft dat heel vaak toch te maken met het, ja, koloniale verleden. Nou, waarbij je toch nog steeds een groep hebt die de macht in handen heeft. Een kleine elite versus de massa. Ja. Die constant, ja, ook hun rechten bevecht. En in deze serie ga ik eigenlijk, maak ik een reis vanuit mijn woonplaats. Dwars door de Cariben naar Little Caribbean in Brooklyn. Waar de grootste diaspora van het Caribisch gebied eigenlijk woont. En waar, ja, geen zee is, waar de verschillen eigenlijk wegvallen, althans de grenzen. En dan zie je dus heel duidelijk wat er gebeurt als alles samenkomt. En dat wil ik eigenlijk onderzoeken. Ja, mensen zeggen natuurlijk wel eens, god, ja, de koloniale periode is al zo lang geleden. Ja. Maar jij laat eigenlijk zien hoe dat doorklinkt tot in de dag van vandaag. Hè? Ja. En waar merk je dat dan aan? Je hebt die verschillen tussen de onderklas en de elite. Ja. Dat is heel extreem in Zuid-Amerika. Ja, dat is heel extreem. En dat heeft daar ook nog mee te maken. Maar je merkt het eigenlijk aan alles. Als je ook, nou ja, muziek bijvoorbeeld. Hè? Als we naar iets als de calypso of de reggae. Geweldige muziek, wereldmuziek. Maar als je kijkt waar die roots liggen, dat komt van de plantages waar de Afrikaanse drum verboden werd. En dat moest dan stiekem. En dan gingen mensen op een gegeven moment op een blik gingen ze toch trommelen. En is dat weer vermengd met ook de Europese muziek van de Europese kolonisten. En daar is dan allemaal stijlen uitgekomen. Ja. Maar ook bijvoorbeeld kleurverschillen. Er is een enorme hiërarchie in kleur. Ja. En ik heb in de reis maak ik dus ook mee dat ik in land X kom, waar heel anders tegen mij wordt aangekeken dan in een ander land. Dus als het gaat om mijn kleur.